En Nicodemus, ja, die wijze schriftgeleerde die 's avonds laat of 's nachts tot Here Jezus gekomen was. Misschien uit vrees voor de Joden, maar het kan ook best zo zijn dat hij de gelegenheid gebruikte die de schriftgeleerden meestal gebruikten in die tijd. Als ze een gesprek wilden voeren, een geestelijk gesprek, een leerstellig gesprek, dan deden ze dat 's avonds laat of soms wel 's nachts, want dan werd je niet lastig gevallen. Sommige dominees hebben dat ook, dat ze het liefst vroeg opstaan, 4 uur, 5 uur. Want dan kun je ongestoord studeren, dan belt niemand je op. Ja, misschien een enkeling mailtje, maar dat is het dan. Dat is de beste tijd om te mediteren. Vroeg op zijnde. Of laat in de nacht. Als je de energie nog hebt.